De overheid kan een bijdrage leveren aan het in stand houden van de persvrijheid. Dit stelde hoofdredacteur bij nieuwswebsite Star News, Nita Ramcharan, gisteren op een persconferentie, georganiseerd door een groep bezorgde journalisten en hoofdredacteuren. Het persmoment is gehouden naar aanleiding van de steeds erger wordende trend van cyberaanvallen op mediahuizen. Ramcharan merkt op dat de bijdrage van de overheid zeker nodig is om tot een oplossing te komen. De overheid kan best wel meekomen en zeggen van dit tast de persvrijheid, de vrije meningsuiting uit. En wij zullen ook iets doen om te wijzen dat heel Suriname op deze manier aan banden wordt gelegd. Dus je hebt een overheid nodig. We kunnen natuurlijk ook kijken buiten de overheid, ook de Amerikaanse ambassade bijvoorbeeld, met wie er contacten zijn van kan men iets doen. Want als we niets doen, hebben we straks gewoon geen mediaplatformen. Ramcharan vindt dat burgers ook slachtoffer worden van de verschillende cyberaanvallen. Ze benadrukt dat niemand bij de pakken moet neerzitten. Vooral kritische burgers, influencers. Dan zie je wel dat er een richting is, dat het georganiseerd is. Dat niet zomaar gebeurt. Maar we moeten hier iets aan doen. We kunnen niet alleen maar huilen en zeggen we doen niks. Journalist René Gomper stelt dat politici ook last hebben van cyberaanvallen. Hij voorspelt dat de ontwikkelingen veel ergere vormen zullen aannemen richting de verkiezingen van 25 mei 2025.